Je komt er niet zomaar mee weg. Ik vertrouwde je. Ik heb al die tijd gehoopt en met je gepraat en om je gegeven. Je snapt het dus ook niet. En dat is precies je probleem. Je emoties staan in de weg van de reden. Ik zal doen wat gedaan moet worden. Zij regelt dit wel. Hier spreekt controlekamer van de gele diamant. Is dat een andere parel? Wie is dat? Niet alle parels kennen elkaar, Steven. Wie heeft deze oproep toegestaan? Niemand. Maar het is een noodgeval. Dat is geen geldig excuus voor het gebruik van het directe diamantcommunicatiekanaal. Parel? Ja, mijn diamant. Waarom is er iemand op de diamantlijn? Ik weet het niet. Ik wou haar net vertellen dat... Ik neem het wel over. Is dat... Gele... Diamant. Mijn diamant. Peridot brengt verslag uit. Welke Peridot? Facet 2F5L, snede 5XG. Het spijt me dat ik u zo moet bereiken, maar alle andere vormen van communicatie zijn vernietigd en... Hier staat dat je achterloopt op schema met je missie om... Hoe is de aarde? Het is... Vol met leven. Organisch leven. En waar is de jaspis die ik je toewees? En waarom bel je me niet vanaf het schip? Het schip was vernietigd. Door wie? Het is vernietigd door... Niemand. Er gebeurde een ongeluk tijdens de landing. Ik zal aan de leidinggevende doorgeven hoe onbekwaam je bent. En wat is de status van het cluster? Het cluster zal spoedig verschijnen. Mooi. Dan hebben we eindelijk wat nut van die armzalige planeet. Dank je voor je verslag, Peridot. Er komt een schip naar je toe die je zal vervoeren naar je volgende opdracht. Wacht! Ik had u niet gebeld om u alleen lastig te vallen met een verslag. Dat deed je net wel. Nee, ik bedoel, de reden dat ik belde, de echte reden is... Ik geloof dat we het cluster moeten uitschakelen. Waarom? Het organische ecosysteem zorgt voor middelen die uniek zijn. We kunnen al dat potentieel niet opgeven voor slechts één geowapen. Ik wil u vertellen over de plannen die ik heb, over hoe we de planeet kunnen gebruiken zonder de plaatselijke... Dat is genoeg. Ik geef niets om potentieel en om middelen. Wat? Ik wil mijn cluster. En ik wil dat die planeet sterft. En jij zorgt dat dat gebeurt. Trek jij mijn gezag in twijfel? Ik trek uw objectiviteit in twijfel, mijn diamant. Nou ja! Jij gaat ver buiten je boekje. Ik dacht alleen... Ik heb geen interesse in nietszeggende gedachten van een Peridot. Maar... Jij hebt dit kanaal en mijn tijd verspild met je aanwezigheid. Je kunt nu maar beter... Maar... Hou je mond! Je hebt gefaald in elk onderdeel van deze missie. Je enige kans om jezelf te bewijzen is door dit simpele bevel te gehoorzamen. Je zal het cluster laten groeien. Het zal de aarde verscheuren. En ik zal met alle genoegen deze afschuwelijke steenpuist van onze sterrenkaart wissen. Is dat duidelijk? Ik zal het niet doen! Er zijn dingen op deze planeet die het waard zijn te beschermen. Wat weet jij nou over de aarde? Blijkbaar dus heel wat meer dan jij klont! Peridot, uit! Dat was geweldig! Ik kan niet geloven dat ik dat net deed. Ik had het mis dat ik het zo mis over je had. Ik kan niet geloven dat ik dat net deed. Je dacht dat je haar gedachten kon veranderen. Gele D is afgemaakt door de Peridactyl. Neem een van jullie dit maar. Waarom? Omdat het vanaf een afstand kan worden opgeblazen. Ah, hoe houden we hem tegen? Gooi het gewoon weg. Hier, Amethyst. Wat moet ik er nou weer mee? Ja, ik dacht dat er met haar te praten viel. Ja, ze was echt boos op je. En toen heb je haar openlijk beledigd. Weet jij ook wat dit betekent? Ik ben een verrader van de thuiswereld. Je bent een edelsteen! Of je het nou leuk vindt of niet. Oh.